Een hele goede morgen, deze zondagmorgen. En welkom bij de Stofjes. Hardlopen zondagmorgen was niet goed vandaag. Vorige week al verteld met de nieuwe schoenen dat het wat, ja, wat raar liep. Beetje lastig, beetje moeilijk. Vandaag is gewoon helemaal niks. Gewoon ruk. In de gegevens die ik dan altijd maak met hardlopen, heb ik een goede 200 meter gelopen. En toen kreeg ik last van mijn voet. Weer midden onder de voet. Vorige keer al uit had gelegd, hier zo ongeveer. Zo'n kootje. En ja, dat deed pijn. Dan loop je gewoon niet lekker en dan is het gewoon, dan heeft het geen zin om te lopen. Dan loop je alleen maar geforceerd omdat je dan wil gaan lopen. En, maar dat is niet fijn. Dus voor volgende week ga ik weer gewoon mijn oude schoenen pakken. Ik had ze eigenlijk gewoon mee moeten nemen en daar gaan proberen. Maar ja, op het moment dat de pijn er is, ja, weet ik niet of dat het dan, als je dan andere schoenen gaat pakken, of dat het dan oplost. Niet zomaar natuurlijk. Maar dat was niet fijn dit. Ik baal hier zelfs wel van. Omdat je. Je bent er toch een beetje aan gewend om dit te doen, om te gaan hardlopen en dat is stagneert nou. Ik kan het niet afmaken. Ik heb wel natuurlijk mijn oefeningen gedaan die ik normaal gesproken doe. Maar dan gaat het toch een klein beetje in je kop zitten dat het niet lekker is. Je hebt niet je ding gedaan zoals het moest. En dan gaat het ook niet helemaal lekker. Dan is het ook even tussen haakjes wat geforceerder, denk ik dan zo. Tenminste, zo'n gevoel krijg ik dan. En dat is vervelend. Dat vind ik vervelend. Maar goed, daarentegen hebben we wel weer iets anders leuks op de planning. Vandaag voetballen, natuurlijk. Zondag, een van de laatste zondagen die er zijn voor het voetballen. Maar we hebben vandaag ook Julianadag. Dat is een algemene feestdag bij Juliana. Er wordt dan in leven geroepen met wat activiteiten. Dan moeten wij natuurlijk een wedstrijd spelen. En na de wedstrijd zijn er ook wat huldigingen in zoverre van mensen die afscheid nemen van het team. Mensen die gaan gaan stoppen bij Juliana. En er zit er wel één bijzondere tussen. Daar is dat er een speler al 15 jaar in het eerste in de selectie zit, die gaat afscheid nemen. Die gaat wat minder. Ik wil niet zeggen dat hij meteen wat minder gaat doen. Zo zit hij niet in elkaar. Maar hij gaat niet meer op dit niveau voetballen. Hij gaat lekker bij een vriendenteam spelen. Er zitten allemaal toppers. En gewoon lekker rustig ontspannen. Natuurlijk zit er wel gewoon een competitie in, want ze spelen al een competitie. Maar. Anders. Hij gaat er gewoon van genieten. Dus kan nog wel eens een leuke middag worden. Gisteren een vrijgezellig feest gehad, dus ook alweer een feestje gehad. Of dat het dan mee te maken heeft gehad met nu, weet ik niet, want zo voel ik het niet. Ik voel niet dat ik door gisteren een vrijgezellig feestje met wat drank en zo, dat nu bijgedragen heeft aan dit wat ik nu heb. Dat voel ik helemaal niet. We hebben gisteren ook nog gepaintballed. Shoutout naar een paintballcenter in Nijmegen. Het was super leuk. Een goede vibe. Ja, dat was lekker. Dat was echt lekker. Dat was leuk. Vrijgezellig feest. Nou ja, dan krijg je de bunny run. Nou, die man die zag eruit. Dat was echt. Frans, top jongen.
Hij zat helemaal onder de blauwe plek. Hier zag helemaal onder de blauwe plekken. Hier op zijn zijkant helemaal vol met blauwe plekken. Verdoem. Oh, die hebben we te pakken gehad. Ja, 8 man op een rij en dan ongeveer een meter of 15. En zo'n paintball, dat komt echt aan hoor. Dat zeg ik je toch. Maar het was echt, het was geweldig. Het was goed georganiseerd. Ja, helemaal top. Ja, alleen vandaag dan even ruk. Maar goed, het zijn zo, het is niet anders. Kun je niks doen. Nogmaals, zometeen lekker naar het voetballen. Gaan we lekker een ontbijtje maken. Vandaag was het volgens mij met spek en ei, geloof ik, erbij. Ik weet niet, in ieder geval uitgebreid. En ja, we zien wel wat er vandaag van komt. Natuurlijk willen we nog even presteren. Het gaat de laatste week ja, een beetje matigjes. Nou, we zullen het wel zien. We wachten wel af. Nou, ik zou in ieder geval zeggen van dank voor het kijken. En ik zou zeggen in ieder geval blauw duimpje omhoog. En even abonneren op dit kanaal. Dan ja, ga gewoon door. Ik vind het leuk, nogmaals. Dus ik zeg shout-out naar mezelf. Hey. En dan ja, zie ik degene die dan dit wel kijken de volgende week weer terug. En ik hoop dat je andere keer meeneemt om te laten kijken. Wat ik doe. Misschien niet altijd interessant, maar wel leuk. Dus ik zeg top, blauw duimpje, abonneren, helemaal goed. Ik zeg ciao.